Hoe krijg je het in je kop om ons dat aan te doen? Snap je? Niet erin gaan. Niet alles doen om de overwinning te krijgen. Niet geen kampioen willen worden. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik een ingezonden brief gestuurd heb. Kan je nagaan hoe hoog het mij zit. Want ik vind het echt schaamteloos hoe zij ons niet serieus nemen. Hoe ze ons behandelen als snotneuzen. Dan zet ik er een streep onder en ik verwacht van ze dat ze godverdomme de laatste weken, de laatste wedstrijden, alles doen om te winnen. Om het kampioenschap binnen te halen. Dat moet je toch als speler zelf ook willen. Dan moet je toch denken, godverdomme, ik wil dat. Ik knok ervoor. En nou gaan ze zoveel verkeerde pasen. Ze gaan niet de bal af proberen te pakken. Het is verschrikkelijk. Weet je, en dan heb ik nog al dat gezeik ook nog in Hilversum. Met al die Ajaxiden in mijn nek. Ja, alle kamermensen, alle presentatoren, die zitten mij iedere keer uit te lachen over hoe mijn clubje speelt. En weet je wat me ook heel erg dwars zit? Dat die Van Ginkel, als hij geïnterviewd wordt als aanvoerder, altijd zegt, als ze vragen waarom was er geen spirit. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat moeten we de volgende keer maar eens wel doen. Nee, dat moeten ze godverdomme iedere wedstrijd doen. En daarom ben ik zo giftig en daarom treed ik een keer naar buiten toe. Snap je? Nee, dat moet je ons niet aan doen. Ja. Nou, dat was het dan weer. Hè? Ja, tot ergens in april, hè? Op de platte kar. Nou, ik ben er niet zo van overtuigd. Maar ik ben trots op mijn clubje, ons clubje. We hebben een geweldige club. Iedereen roemt PSV altijd voor de gezelligheid, de gemoedelijkheid. Maar die gemoedelijkheid is nou ook op het veld terug te vinden. En die gezelligheid. En dat moet afgelopen zijn. Er moet gewoon bikkelhard geknokt worden, goddomme. Ja, ik reken op jullie. Anders kom ik persoonlijk met een brandplusapparaat naar Eindhoven toe. Je bent gewaarschuwd.